het is echt gewoon een hele goede speler. Ja. Echt een hele hij gaf die bal op een gegeven moment ook maar heel snel. Maar waarom speelt hij dan bij Emmen, Henk? Of Hans? Henk? Nee, maar dat komt. Nou, nou dat zal ik je vertellen, dan? Jan. Gekke Henkie. Oh, gekke Henkie. Ja. Nee, dan begrijpen we het weer, ja. Ik snap je er al. Hij zit te lachen. Nee, ja. Ja, erom zit te lachen. Nee, ik zit helemaal niet te lachen. Nee, ik zit kaart te lachen. Nee, jullie gaan nu samen in debat, zweetjes. Over Akko Jansen. Eerst je Akko? Ja, nee. Niet dat er iemand tegen geïnteresseerd is. Geen hol. Ik heb een vraag gestuurd. Ja, die ene gekke hebben die zit te kijken. Eerst, Akko Jansen, kom op. Spuit hij mijn jasje naar de Jan Tandjes. Dan hebben we Akko Jansen verder. Ja, Henk. Henk Rij. Ga je gang. Henkie. Henkie. Kom op, Henk. Henkie, Henkie. Maar je wilde wat tegen Henk zeggen trouwens. Maar... Oh nee, maar ik zeg tegen Hans van... Oh Henk, ja. Ik vind het ook een uitstekende speler. Wie? Die Akko Jansen. Oh ja, zeker. Maar waarom speelt die jongen met zoveel talent bij Emmen? Zeg jij het eens, geen idee, Frits. Nee, dan is er wat mis met hem. Nou. Maar waarom zou er wat mis met hem moeten zijn? Echt, nee, dit is echt een hele goede speler. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Tronica Insight.